Ja, Alex Pastoor, met 3 punten in de zak een trainingsweek beginnen, hoe voelt dat? Nou, punten geven altijd een beter gevoel dan geen punten. Dus dat was heel prettig. Dat geeft altijd wat meer schwung aan de dingen die je doet. Alhoewel ik daar toch al heel erg tevreden over was, hoor. Ja, je zei, met name de eerste helft vond ik ons heel goed. We hebben het zelf afgedwongen. De tweede helft was wat minder. Hoe bespreken jullie dan zo'n wedstrijd? Ga je dan vooral de focus op de eerste helft of ga je dan ook nog wel focus op de tweede helft? Ja, je probeert door middel van voorbeelden uit beide helften even aan te geven waar sommige dingen in kunnen zitten. Maar dat moeten de jongens vooral zelf herkennen. En het verschil was vrij duidelijk. En het was niet zo dat we naar de ene naar de andere kans weggaven. Dus dat was wel het goede aan het verhaal. Maar als je je goede spel wilt voortzetten, dan zul je meer initiatief moeten nemen. Nou, dat bespreek je. En dat is een dialoog en geen monoloog. En werpt het ook zijn vruchten af dat die vaste elf daar staan? Nou, volgens mij in situaties waarin het nog niet zo loopt zoals je zou willen, dan kun je maar het beste zo min mogelijk veranderingen doorvoeren. Of je moet ze doorvoeren omdat iemand geblesseerd of geschorst is. Het kan ook zo zijn dat een bepaalde wedstrijd of een bepaalde directe tegenstander om een andere individuele invulling vraagt. Ja, ik denk dat je die nooit uit de weg moet gaan. Maar een bepaalde vastigheid helpt een ploeg eigenlijk wel altijd, hoor. Ja, precies. En dan Heerenveen natuurlijk. Hebben die specifieke kwaliteiten waar jij denkt van, daar moeten we ons op aanpassen? Ze hebben wel meer individuele kwaliteiten dan bijvoorbeeld Groningen. Terwijl het speltype wel heel erg op Groningen lijkt in de veldbezetting. Maar de individuele kwaliteiten die ze in de voorhoede en op het middenveld hebben, die zijn groot. En ze spelen ook met aanvallende backs, waarvan we er één natuurlijk heel goed kennen. Ja, dan heb ik eigenlijk het hele team doorgenomen. Dus we zullen vooral goed op moeten letten, ja. En hoe ga je Denzel Dumfries stoppen? Ik ga straks de trainer van Heerenveen bellen en zeggen dat hij gewoon in ieder geval achter moet blijven. Ja, dat hij niet mag opkomen, dat is misschien wel verstandig, ja. Ja, nou goed, kijk, aan het opkomen van backs, daar kunnen wij natuurlijk niet zo heel veel aan doen. En dat wat erachter blijft, misschien des te meer. Hoe volg jij zijn ontwikkeling? Met heel veel belangstelling. Ik heb nog regelmatig contact met hem. Ja, het is wat dat betreft mooi om te zien. En wat dat betreft, we hebben het over Denzel, we hebben het ook over Rick van Drongelen. Beide heb ik nog regelmatig contact mee. En natuurlijk volg ik dat als vakman, maar ook als iemand die goed bevriend met ze is. Een vrijdagavondwedstrijd, vergt dat nog een andere voorbereiding? Nee, een avondwedstrijd is een avondwedstrijd. Dus dat is niet zoveel anders. Het enige wat nu anders is dat de week wat korter is. En na de wedstrijd van afgelopen zondag, maandag een hersteltraining, dinsdag vrij. Korte voorbereiding van 2 dagen. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde als Heerenveen. Wij hebben als voordeel dat we 2 uur lange rust hadden. Ja, precies. Maar is het ook een voordeel? Want jullie hebben natuurlijk gewonnen. Dat gevoel is goed. Het zelfvertrouwen is er, neem ik aan. Is het gewoon lekker dat je dan meteen ook weer op vrijdag weer gelijk kan spelen? Ik zit er zelfs nooit zo heel erg in. Je weet van tevoren het programma. En ja, je hebt dat eigenlijk altijd wel. Je hebt ook een wedstrijd die je verliest en die wil je ook zo snel mogelijk wegpoetsen. Is het ook prettig als je meteen kunt. En dat is nu ook. Dus soms is een kortere week wel wat prettiger ten opzichte van wat langere. En dan moet het allemaal wat sneller. En moet ook sneller efficiënt worden. Dus die afwisseling die is wel leuk. De ene keer een hele drukke week en een korte week. En de andere keer een wat langere aanloop. Heerenveen de laatste weken niet echt in goede doen, om het maar zacht uit te drukken. In hoeverre neem je dat mee in de voorbereiding, dat zij niet lekker in hun vel zitten? Nou, we kunnen er zelf niet zo heel veel mee, want Heerenveen heeft volgens mij tegen goede tegenstanders gespeeld. En in de wedstrijden die we gezien hebben, en dat zijn er behoorlijk wat, halen ze een behoorlijk niveau. Wat ik net zei, ze hebben hetzelfde speltype als Groningen, dus dat is voor ons wel prettig om daarop voor te borduren. Maar ik vind ze wel echt een klasse beter. Dus wij zullen beter moeten zijn dan de vorige wedstrijd om succesvol te kunnen zijn. Tot slot, als jullie 3 punten halen, is er niks aan de hand. Hè? Dan zijn jullie gewoon boven de streep en alles rustig. Oké. Okay. Nou, ik zal het doorgeven aan de jongens. Oké, okay. Is goed.